Ronald, Goedemorgen. beetje bijgekomen? Nee, Het was zeker weer een niet. geweldige Dutch Classics, heb ik zo gehoord. Ja, het was echt heel erg geweldig. We hadden geloof ik 328 man of zo bij elkaar. En het is zo voortreffelijk verlopen, vanaf het inchecken tot en met het weggaan. Iedereen had een grote smile op hun gezicht dat ze weer richting huis gingen. En we hebben werkelijk echt geen één klacht ontvangen. En dat begrijp ik ook helemaal niks, hè? Want er zijn er altijd van die 328 mensen die wel eens lopen te zeuren en dit en dat. Maar ik heb werkelijk geen één klacht ontvangen. En dat is gewoon echt uniek, hoor. Dat zal ook de laatste keer zijn, denk ik. Maar ja, iedereen super tevreden in ieder geval. Mag ik dan een klacht indienen? Altijd. Ik heb de side events gingen goed, veelal, veel Nederlanders. Maar main Ja. event, Ronald, Ja. dan moeten we toch een keer winnen. De Ja. volgende keer gaan Goh. we het winnen. De beste Nederlander in main event natuurlijk, derde plek. Ja, Is mooi. ik wilde er alweer omheen praten. Hè. Ik baal er weer van Ja, dat ontzettend. snap ik. Henk Post, Ja. mooie prestatie, derde plek, beste Nederlander. Oh, dat ziet er niet goed uit. Een vrouw voor Wagner, weliswaar een 7 voor Post. Oh, nog een vrouw, het is voorbij. Het is voorbij voor Henk Post. Oh nee, wat jammer. Hij zag 7-3 Soedert en hij ging ervoor. Henk Post. Fantastisch. En Henk ken ik al jaren vanuit Amsterdam. En een van de leukste pokeraars van heel Nederland. Speelt veel PLO. Of hij nou wint of verliest, hij blijft hetzelfde. En ja, super. Ja, hij kon het net niet bolwerken. En dat is jammer. De twee winnaars waren overigens twee goede spelers ook. En Ja, ja. ja, maar ja, we hebben heel veel Nederlanders in de Ja, livestreamtafel. ik wou het zeggen, we hebben in totaal, schrik niet, 16, nee, 20 uur en 2 minuten gelivestreamd over die 2 dagen. De eerste dag Wauw. ruim 16 uur en de tweede iets minder dan 4 uur. Ja, mooi. En het was eigenlijk ontzettend leuk de hele tijd, met veel Nederlanders en ook veel goed spel. Ook af en toe een onervaren speler die dan iets geks doet, wat het juist leuk maakt om te kijken ook. Ja, ja, Dus ja, absoluut geniet. We hebben natuurlijk al de video recap online staan. Die zal ik ook in het artikel waar dit filmpje in staat even bijzetten. Dat mensen er meteen kunnen kijken van de super. hoogtepunten. Maar het was weer genieten en goed bekeken. Dus dat is altijd mooi. Ja. Ja, inderdaad. Het was, nou ja, weet je, het was goed, het was supergoed. En wat ik al zei, een heleboel mensen die nu eigenlijk al geboekt hebben voor januari. Ja, oh ja, vertel, want de data zijn inmiddels bekend, hè? 23 tot en met 28 januari, die Dutch Classics. Ja, inclusief de maandag, heel belangrijk. Finale tafel gaat naar maandag. Zoals je misschien nog weet, hebben we vorig jaar in januari hadden we bijna 500 mensen, 480 mensen. Waardoor we eigenlijk al van tevoren hebben besloten, en ook met dankzij jullie hulp en iedereen geïnformeerd, dat de finale niet op zondag is, maar op maandag. Nou, dan gaan we nu, dus nu al, announcen dat we de finale tafel op maandag gaan doen. Ja, en misschien nog iets meer. Dat moet je dan zien natuurlijk, hoe dat Ja. loopt. Klopt, dat hebben we dus ook met de casino meteen besproken. Dat wordt allemaal geregeld. Daarmee wordt ook de toernooistructuur wordt gewoon aangehouden. En ja, iedereen is nog steeds razend enthousiast over de toernooistructuur. Dus ja, 23 tot 28 januari. En buiten het feit dat er al in het weekend dat we afgelopen weekend hebben ze geloof ik al 68 man aangemeld. En gisteren kreeg ik er weer 24 binnen, dus dat gaat echt loeihard. Dus de Dus mensen moeten weet je. onderhand snel zijn als ze nog de mooie kamers in het casino willen en Ja. Ik zeg ook heel vaak, de mensen die al zo vaak met me meekomen, die wil ik echt niet teleurstellen om zeg maar de partnerhotels de kamers te laten krijgen. Hoewel de partnerhotels fantastisch en goed en ik ben schoon er en ook mooi geweest, zijn, hoor. die zijn absoluut goed. Absoluut goed. 15 minuten. Jij hebt er ook gezeten Ja. volgens mij. Ja, 15 minuten van het casino af, dus dat kan ook. Dus, maar ja, de vaste klanten willen natuurlijk op hun eigen stekje zitten. Dus ja, die zal ik sowieso aanraden om zo snel mogelijk weer te gaan boeken. En niet omdat het moeten, maar niet omdat ze het moeten en omdat ik ze onder druk wil zetten. Maar om ze niet teleur te stellen, weet je. Als ik ze teleurstel van dat ze te laat zijn, dan heb ik ze nu in ieder geval bij deze gewaarschuwd. Ja, nou heel goed om te weten alvast. De Dutch Classics. Het plan is natuurlijk dat wij er dan weer bij zijn met iets meer dan alleen een stream, misschien een blog of wat filmpjes. Dus daar hopen we, want het is toch wel een hele happening voor de Nederlandse pokerscene, dus daar zijn we dan toch wel graag bij. Daar gaan we weer alles aan doen.
Ja, nee, dat is sowieso mooi. En wat ik gehoord heb, de livestream is op een gegeven moment zelfs ook door de Duitsers opgepikt. Die hebben zelfs nog één of twee commentatoren erop gezet. En ik geloof dat de cijfers weer indrukwekkend zijn qua viewers en zo. Bij ons, het was absoluut zeer prima bij ons, ja, zeker. Dat duizenden Nederlanders hebben gekeken, dus dat is alleen maar goed. Ja, dat is alleen maar leuk toch Dus, ook, weet je wel. En zeker als er nou veel Nederlanders aan de tafel zitten, ja, dan maakt het extra interessant. en in de maanden tussen nu en de volgende Dutch Classics, denken mensen misschien, kan ik dan ook naar Os van Dof tussendoor? Maar ja, dan kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is wel eigenlijk wel leuk wat je zegt, want ik kwam een heleboel nieuwe mensen. Er waren 125 nieuwe mensen die voor deze Kings waren. En een heleboel mensen weten gewoon niet. Kijk, ik doe natuurlijk 2 keer de Dutch Classics per jaar. Maar dat ze gewoon elk weekend kunnen gaan. Elk weekend is er in de Kings een 100.000 of een 200.000 of een 50.000 toernooitje. Met allemaal heel betaalbare buy-ins, vanaf €80 tot €220. Ik breng al een heleboel mensen per maand daar naartoe. Dus het was voor mij inderdaad verbaasd van, oh ja, nee, tuurlijk, je mag elk weekend. Er zijn mensen die onderweg zijn en die bellen me van, Ronald, wil je nog een kamer boeken? En ik heb in 99% altijd voldoende kamers tot mijn beschikking om die mensen dan onder te brengen. Maar inderdaad, leuk dat je zegt, want er is nog wel eens een keer zo'n onzekerheid van wanneer kunnen we wel boeken, wanneer kunnen we niet boeken. Ja, en als ze via mij boeken, zijn ze natuurlijk allemaal minimaal 30, 40% goedkoper uit dan als ze rechtstreeks bij het Kings Casino gaan boeken. Ja, dat is helemaal goed om te weten. Nu, de komende ongeveer 2 maanden is het, loopt nu de WSOP Circuit, is net begonnen. Of die is nu gisteren begonnen. En daarna de WSOP Europe. Dat zijn de wat grotere toernooitjes, maar daar zitten ook heel veel kleintjes tussen natuurlijk weer. Ja, voornamelijk deze week. Heel veel satellite toernooitjes. Er zijn denk ik nu alweer een man of 18 onderweg die kant op. En daarna krijg je de wat grotere toernooitjes tot €500. Maar het loopt 6 weken lang, hè. En natuurlijk heb je de circuit heb je nu de komende 3 weken. En daarna heb je de hele grote. De 5.000, de 10.000, de 25.000. En na die grote toernooien is er natuurlijk nog een hele periode in november en december met weer de reguliere Duitse pokertour dingen, kan ik me zo voorstellen. Ja, klopt helemaal. Dan zijn voornamelijk weer de kleinere toernooitjes, maar waar ook een heleboel mensen dan toch wel op afgaan. Ja, want nogmaals, ze zijn dan misschien nog geen €30 per dag kwijt met eten, hotel, alles erop en eraan. Plus het feit dat ze voor €100 kunnen ze gewoon weer daar €20.000 winnen. Eerste prijs. Nou, goed om dat nog even te benadrukken. Met wat voor gevoel gaan we afsluiten? Lekker gevoel, Dutch Classic zit er weer op. Goed gegaan. Nou, zeker, zeker. Maar ik wil één ding wil ik gewoon wel heel duidelijk maken. Buiten het feit dat de mensen ook allemaal heel erg blij zijn en blij naar huis zijn gegaan. Ik wil al die mensen heel hartelijk danken voor het feit dat ze er waren. Dat ik ze toch een beetje een leuke tijd heb kunnen bezorgen. En in de hoop natuurlijk dat ze misschien in januari weer terugkomen. Maar alle mensen die geweest zijn, hartelijk dank. En de mensen die nog mogen komen, die ga ik dan in januari weer bedanken. En dan bedank ik iedereen voor het kijken van de livestream die veel is bekeken. Dus dat is heel mooi. Ook leuke reacties in de chat. Dus alleen maar positiviteit eigenlijk. Mooi, nou dan moeten we dan in januari ook maar zo Oké. houden. Ronald, bedankt voor nu en we spreken elkaar weer. Ja, dankjewel Pieter, Doei. groetjes.